was? Nee. Wat ben je toen? Mijn spreekwoord taalrekenskunde. Was je die vergeten? Yep. Ik heb die al gemaakt vorige week. Uitgelopen. Moet ik je helpen? Nee, dank. Ik ben al bijna klaar. Je weet dat de bel bijna gaat, hè? Ja. Daar ligt iets. Wat is dat? Ik weet niet. Waarschijnlijk niet. Jonas? Ja? Kom een keer kijken. Oh my god, is dat Alex van der Daane? Hallo? Hallo? Wat nu? Ik ga vlug iemand aan, er is niemand leuk! Het leger zei wel dat het zondag Israëlische wegen zou heropenen aan de grens van Gaza. Ook vanuit het Witte Huis kwamen felicitaties voor Egypte. Dan nieuws uit eigen land. In de Gentse school De Sector is gisteren een leerling op tragische wijze aan zijn einde gekomen. De jongen was tijdens de middagpauze op het dak van de school geklommen en is om onduidelijke redenen ten val gekomen. De jongen kwam meters lager terecht op de speelplaats en was op slag dood. Volgens de directie van de school betreft het een ongeval. De ouders van de jongen sluiten uit dat het over een wanhoopsdaad gaat. Over naar de sport. Zeg, Nalren, weet je het al? Ze zeggen hier net op het nieuws dat er iemand van het dak gevallen is bij jullie op school. Nalren? Nalren? Die gast is wel dood, hè? Dat hij dood is! Peren. Lieve leerlingen, we zijn vandaag samengekomen om de dood te gedenken van Alex, die eerder deze week jammer genoeg van ons is heen gegaan. Alex was een, denk ik, zeer graag geziene leerling hier op school en we zullen hem dan ook heel erg missen. De komende tijd zal bijzonder moeilijk zijn voor de ouders en ook de zus van Alex, die op zeer plotse wijze een familielid weggenomen zien worden. Wij willen heel graag onze steun en medeleven aan hen betuigen en als wij iets kunnen doen voor hen, zullen we dat ook als school zeker doen. We denken ook aan jou, Astrid. Je was nog maar net samen met Alex en ook voor jou moet dit een ongelooflijk moeilijke periode zijn en we gaan jou proberen steunen waar kan. Weet dat we er voor je zijn en als het even moeilijk gaat, dat we zeker het begrijpen als je niet in de les zou zitten en nooit aan een gesprek hebt. Het tragische ongeluk is een ongeluk. Dat is helemaal geen ongeluk. Ook voor onze school. Volgens mij is hij van het dak afgeduwd. Heel wat moeilijkheden doorgemaakt de laatste periode. Kijk, die nieuwe leerling die maar een paar dagen op onze school zit.
de jammerlijke kruppel. Ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. Hij heeft die zien duwen of zo. Nou, oké, dan niet. Ook. En we gaan Alex dan vooral onthouden als iemand die een hele warme persoonlijkheid had, die er altijd was voor zijn vrienden, soms ook wel graag Noren. Kattenkwaad uitstak. Wat? Noren is de naam van die nieuwe, die Alex van dak geduwd heeft. Heeft die dat gedaan of wel? Ja. Maar waarom zou die dat gedaan hebben? Omdat hij gestoord is en Damien heeft hem gezien. Ja, wat gezien? Hem zien duwen. Maar nee, toen Alex daar op de grond lag, stond hij daar gewoon met een grijns op zijn gezicht. En hij stond ermee te lachen. Allee, wie doet er dat nu? Iemand is dood en gaat ermee lachen. Ja, die de Nolren, die ziet er inderdaad geen normale uit. Dit is een moordenaar. Zeg Oeka, jongen, alsjeblieft. Oh, ik zeg toch niks? Jouw beurt. Zeg Damien, heb je het gevoel dat die nieuwe hier misschien Alex van het dak heeft gegooid? Dat zeg ik toch niet. Er is gewoon iets raars aan die gast. Typisch een psychopaat of zo met die glazen blik. Ken je misschien? Nee, maar de manier waarop dat hij naar mij kijkt is gewoon zo creepy. Ik heb gehoord dat hij stond te lachen naar u toen je bij Alex stond. Ja, dat is juist. En dat is nog niet alles, hè. En dit tekent dat hij mij de keel ging oversnijden. Wat blief? Why one creep, zeg. Waarom? Ik denk dat hij Alex van het dak geduwd heeft, omdat hij een kruis heeft op Astrid. En dat ik zo goed overeenkom haar, heeft hij het waarschijnlijk nu op mij gemunt. En daarom zou hij Alex vermoord hebben. Ja, ik zeg heel enkel maar wat ik denk en wat ik gezien heb, hè. Maar wie is hij eigenlijk? En waar komt hij vandaan? Niemand die het weet. Hij is hier nog maar 3 dagen en dan valt al iemand van het dak. Misschien moeten we eens in zijn kastje gaan kijken. Ja, dat is eigenlijk geen slecht idee. Misschien vinden we wel iets of komen we wat meer over hem te weten. Exact. Dan staat hij... schaakmat. Altijd 2 stappen vooruit denken, hè, Colin? Ja, is waar. Anwar, weet je wat? Laten we anders nu even in zijn kastje gaan kijken. Is het goed? Ja, dat is goed. Oké, okay, ja. Laten we gaan. Dat was mijn idee, dus ik zal ook meegaan. Jullie weten zeker dat hij er niet is, hè? Want ik heb echt schrik van hem. Nee, hij is er niet. Hier. Dit even zien, gasten. Kijk, dat is Astrid. In haar bed. Ah ja, dat is inderdaad Astrid. Ja, volgens mij heeft nog een bij haar ingebroken. Blijkbaar wel, hè. Zie je nu dat hij supergevaarlijk is? En dan moeten we zorgen dat hij nooit in Astrid daar weer komt. Dit moet Astrid zien. Ze moeten mee naar de politie gaan en aangifte doen. Ik vind ook dat Astrid de foto's moet zien, maar naar de politie gaan, dat vind ik geen goed idee. En waarom niet? Hij heeft Alex van het dak geduwd. Ja, dat is waar, maar die foto's bewijzen niks. Als we daarmee naar de politie gaan, gaan ze hoogstens vragen hoe we aan die foto's komen. En Nolren gaat alles ontkennen en dan weten we dat hij klacht heeft ingediend. Wij dus. Dat is ook waar. Er moet toch een andere manier zijn om hem in de val te lokken? Ik moet echt ervan door, de bel gaat zo beet. Zullen we dit anders later bespreken bij de schaakclub? Ik bedenk wel iets. Ik zal het straks op de hoogte brengen. Kom Anwar, we gaan naar het lessen. Nolren? Nolren! Nolren! Moest jij niet op school zijn? Nee. Wat nee? Pedagogische studiedag. Pedagogische studiedag? Hoe komt dat ik dat niet weet? Omdat je niet oplet, pa. Ah ja.
En morgen is dan toch wel terug school? Nee. Wat? Morgen ook al niet? Hij hoeft ook echt alles aan te zeggen. Morgen is wel nog school. Ah, allee, morgen dus wel. Oké, dat is goed. Ik ga je laten. Salutjes, hè. Zie je? Nee. Is hij wel op school vandaag? Misschien is hij er nu. Ja, hij is er wel. Ik heb hem al gezien. En wat doen we nu? Afwachten tot als er iets gebeurt? Afwachten? Ja, strak plan. We gaan inderdaad gewoon even wachten wanneer er nog een keer iemand vermoord wordt. Als je op school niet meer kunt veilig voelen. Ik zeg, we gaan met z'n aantal daar naartoe. We geven hem serieus wat mot. Alsjeblieft, niet doen. Nee, Anwar. Ik zie hem. Wat is hij aan het doen? Gewoon een beetje aan het rondkijken. Die is mij sowieso aan het zoeken. Waarschijnlijk. Ik ga er naartoe gaan en ik ga hem op zijn bakken slaan. Rustig, Anwar. Wij zitten hier veilig. Nalren weet niet dat wij hier zitten te schaken. Oké, wat doen wij dan wel? We moeten hem uitlokken. Wat bedoel je uitlokken? Simpel. Als hij de moord aan iemand zou opbiechten. En die iemand neemt dat op met de microfoon. En we gaan daarmee naar politie. Dan hangt hij. Maar ja, dat gaat ze toch nooit bekennen? Misschien niet. Tenzij. Tenzij dat een andere persoon tegen hem zegt dat hij alles heeft zien gebeuren. Bijvoorbeeld. Wat? Ja, dat snap ik niet. Oké, stel je nou eens voor. Je hebt de moord gepleegd op klaarlichte dag op een middelbare school. De kans bestaat dat iemand het zou gezien hebben. In plaats van naar de politie te gaan, kan die ook de moordenaar rechtstreeks confronteren. En waarom zou iemand dat doen? Bijvoorbeeld omdat die mens dacht dat dat een ongeluk was. Of omdat hij zijn geld wilt. Als iemand dat zegt dat hij dat heeft zien gebeuren en Nalren bekent... En je neemt dat gesprek op. Dan hangt hij. Wacht eens, weet u zeker of hij dat heeft gedaan? Misschien heeft hij dat niet gedaan. Misschien was het een ongeluk. Een wanhoopzaad. Stel dat hij het niet gedaan heeft, dan gaat hij het ook niet bekennen. Ja, oké dan. Huh? Hij is verdwenen. Hij heeft ons toch niet gezien, hè? God, nee, ik denk het niet. Maar hoe gaan we dat dan doen? Gaan we er gewoon naartoe stappen? Hey, Nalren. By the way, heb jij hem van het dak geduwd? Ik heb wel een idee. Ja, wat voor een idee? Ik zal dat zometeen vertellen op de koer. Oké, nu ben ik wel benieuwd hoe je Nalren eens wil laten bekennen wat hij misschien heeft gedaan. Zoals ik al zei, moeten we hem uitlokken. We steken bij hem een briefje binnen met daarop een korte boodschap. Ik weet wat je gedaan hebt. Kom om 7 uur naar school. That's it. That's it. Hij komt om 7 uur naar school en dan spreekt iemand van ons hem aan. En die persoon begint over het duw van het dak die hij zo gezegd gezien heeft. En voor zodra Nalren dat toegeeft... gaat hij er als een pijl vandoor. Simpel. En dan gaan wij met die schuldbekentenis gewoon naar de politie. Maar het enige dat we nodig hebben is iemand die dat durft doen. Ik durf dat wel aan. Ik doe het wel. En dan gaat hij iets aandoen. Dat is toch geen gevaarlijk, Colin? Ik kan die heus wel aan, hoor. Ik heb nog altijd karate onder de knie. Ja! En niemand is onder de indruk. Sorry, maar dat stelt me niet echt gerust. Als die gast zo gevaarlijk is zoals jullie dat beweren. Het is misschien best als er ook nog wat andere mensen in de buurt zijn. Misschien moeten Kasper, Nicolas en Anwar ook in de buurt zijn, stel dat hij uit de hand loopt. En mij moet hij niet vragen, hè. En voor wanneer zou dat dan moeten zijn? Ik zou daar maar niet lang mee wachten. Voor onze veiligheid en voor die van Astrid. Oké, vanavond. We doen het vanavond. Geef me snel een pen en papier, alsjeblieft. Dank je. Oké, ja? Ik weet wat je gedaan hebt. Kom om 7 uur naar school. Ik wacht Nalren op aan de schoolpoort om 7 uur. Iedereen akkoord? Ja. Ja. Tot
Oké, goed. En ik stik dat briefje in de bus bij Nalren. Ik heb opgezocht waar dat hij woont. Nalren! Nalren! Er staat iemand aan de deur! Pa, ik ben bezig. Ik zie het, jongen. Ik zie het. Is alles in orde? Ja, alles is in orde, pa. Wil ik je anders een theetje zetten? Nee, geen thee. Merci. Zeg, als er iets zou zijn, zou je het mij toch wel zeggen, hè? Dat is niets, pa. Ik ben bezig met mijn huiswerk. Ah, huiswerk. Als ik u kan helpen? Dan zal ik het u wel zeggen, pa. Nalren, het is juist. Er lag een briefje aan de deur. Het lag gewoon aan de deur op de grond en er stond niemand aan de deur. Ik heb gekeken, maar niemand gezien. Ja, merci. Het is oké. Ga maar weer tv kijken. Zeg, waar ga je naartoe, man? Ik moet gewoon nog iets doen. En uw huiswerk? Ja. Niet slaan met de deur! Oh. Zeg maar, Lies, heb je al die nieuwe jongen op school gezien? Ik heb hem wel gezien, maar ik ken hem niet echt. Iedereen die gaat er zomaar van uit dat hij Alex van Tak heeft geduwd. Zonder hem te kennen? Ik ga hem eens googlen. Goed idee. Nalren. De Pape. Ah, hier. Zijn Instagram-pagina. Nalren, wie zit jij? Ah, hij heeft nog een Elst op school gezeten. Is dat u lief? Dat gezicht, dat komt me wel bekend voor. Laat eens zien. Dat is toch dat meisje, Jenna, die vermist is? Wacht, ik heb hier een foto. Jenna, vermist sinds 16 oktober. Dat is blijkbaar een goede vriendin van Nalren. Ik heb het hier al online gevonden. Waarschijnlijk was ze in de war na het tragische overlijden van haar vriend Gust, die zo in haar armen stierf aan voedselvergiftiging. Op school, tijdens de middagpauze. Wat is hier allemaal aan de hand? Jezus, dat is raar. Er verdwijnen toch precies wel veel mensen in de buurt van die Nalren.
Misschien is die toch gevaarlijk. Dat is mogelijk. En hier op deze foto? Wacht een keer. Wat? Nee, dat kan niet. Hij had gezegd dat hij die Nalre niet kende. Allee, Colin, pak op. Marlies, hoe laat is het? 6:15. Sorry dat ik je even moest vastmenden. Maak me los! Nu! Sorry, dat kan ik beter niet doen. Er zijn hier namelijk een aantal mensen die denken dat jij nogal gevaarlijk bent. Zeg degene! Ik ben de meest vredelievende mensen op aarde. Vredelievend, vredelievend. Eén met meerdere moorden op zijn geweten. Hij heeft dus zeker niks te maken met de dood van Guus. Guus? Oh ja, die voedselvergiftiging. Voedselvergiftiging. Omdat je fucking gif in zijn voedsel laat stoken, ja? Ja, ja. Dat is misschien niet de beste manier om iets te doen. Maar het heeft wel gewerkt. Maar waarom? Jullie waren vrienden. Just en ik waren toch nooit vrienden. Maar hij had wel iets wat ik wou. En dat heb ik gewoon afgenomen van hem. Jenna! Inderdaad, Jenna. Waar is het, Damien? Wat je maar uitspookt? Ik was er altijd voor haar te troosten. Tot ze op een dag mij niet meer wou zien. En dan vond ik eigenlijk niet zo lief van haar. En dan is ze zo ineens verdwenen. Ze is op reis. En zal niet snel terugkeren. Hoe had je haar eigenlijk vermoord, Damien? Koppen geslagen? Vergiftigd? Van tak gegooid? Lek Alex? Moordenaar! Maar nu zullen we niet zo makkelijk vanaf komen, ze. Dat zegt degene die vast zit op een stoel. Maar Alex ging het wel heel gemakkelijk. Niet zoiets klimachtig als vergif op een broodje of zo. Nee, gewoon een klein duwtje van het dak was alles wat hij nodig had. Leven kan toch soms zo simpel zijn. En nu probeert je Astrid binnen te doen. Ik denk dat Astrid mij echt wil. Weet je wat het mooie hieraan is? Iedereen die denkt dat jij Alex vermoord hebt. En als hij hier dan zijn biedt, ik weet niet, dood zet, dan denkt iedereen dat ik mezelf heb verdedigd. Want hij zet de moordenaar. En hij hebt Alex van de tak geduwd. Daar heb ik wel voor gezorgd. Ik kwam wel voorbereiding aan te pas. Foto's maken van Astrid, zijn je kastje leggen als je er niet bent. Voel je nou, hè? Je mag geen foto's maken van slapende meisjes. Gij smeerlap! Bon, ik zou graag nog een beetje verder praten, maar over een half uur zijn mijn vrienden hier, dus het is tijd om af te ronden. Maar ja, jij gaat niet veel meewerken, zeker? Gelukkig. Ben ik op van alles voorzien. Nee.
Nu heb ik je, hè. Fucking klootzak. Wat ga jij doen? Ik ga echt nog genieten. Ik zou er maar mee stoppen, Damien. Ja, oké. Okay. Ik heb alles gehoord. En ik heb het opgenomen. Oké. Okay. Pak mij dan, hè. Of moet ik dan bij je komen? Hallar. Gaat het, Jochen? Ja. Zie je wel dat geweld af en toe dingen kan oplossen? Allee, wat zei die toen? Ja, die kon niet veel meer zeggen, hè. Die zag sterk is. Ja, dat zal wel. Als ik zo'n klap op mijn kop zou krijgen. En Anwar tegen Jaken zeg. Amai, die gast was gelijk een Terminator. Allee, Damien. Ik had dus echt niet verwacht van die guy, hè. Ja, maar het is goed dat hij niet meer terugkomt, hè. Want Jaken zou zeker het volgende slachtoffer zijn geweest. Stel die voor. Zo is veel rustiger zijn in deze klas. Oké, is het nu bijna gedaan? Blijkbaar wel. Salut. Niet vergeten, volgende week is toets over vectoren.